Wouter Arts, eindelijk je debuut gemaakt. Ik kan me voorstellen dat je heel erg blij bent. Ongelooflijk, ik kan het niet beschrijven. Ik sta bijna te shaken van extase. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Dus ik heb kippen van momenten beleefd toen ik het veld opging, toen ik er vanaf ging tijdens de wedstrijd. Ontzettend van genoten. Het is eindelijk inderdaad precies zoals je zegt. Het is een ontlading van stress, van alles wat eruit komt. Het is genieten. Ja. Het is een beloning van heel hard werken, want je kwam naar Cercle met veel verwachtingen. Zowel de vereniging had veel verwachtingen van jou als jij van de vereniging. Dan blijk je heel ernstig geblesseerd, ben je meer dan een jaar niet beschikbaar en dan moet je heel hard alleen revalideren. Hoe eenzaam is dat? Ja, behoorlijk. Wat je al zegt, ik kwam hier naartoe, dus dan ken je eigenlijk ook nog niet echt mensen. Je teamgenoten moet je leren kennen en eigenlijk de afgelopen 2 jaar hebben de mensen rondom Cercle mij leren kennen als de persoon Wouter. En ik stond te popelen om te kunnen laten zien wie de voetballer Wouter Arts is. Ik heb nu een kans gekregen, het is de laatste wedstrijd van het seizoen en ik heb gewoon lekker gevoetbald. En volgend seizoen moet ik gewoon lekker mijn draai gaan vinden binnen Cercle. En revalideren, dat is gewoon een eenzame weg. Ik bedoel, Tom de Zutter maakt het nu mee. Iedereen maakt het misschien wel een keer in zijn loopbaan mee. Al wens ik dat natuurlijk niemand toe, omdat het is verschrikkelijk om daar doorheen te gaan. En alleen maar werken voor je eerste minuten. Los van alle emoties, hoe analyseer je je eigen wedstrijd van vandaag? Wat ik al zei, ik heb er vooral proberen van te genieten dat ik weer op het veld stond. Ik denk dat ik de eerste helft misschien te veel energie had, waardoor ik best wel gestrest was. En de trainer heeft in de rust wat dingen aangegeven wat beter kon en dat probeer ik me gewoon aan te houden. Het was vooral een beetje aftasten in het begin hoe de samenwerking liep met de spelers tijdens een competitiewedstrijd. Ik heb in de voorbereiding dan met ze gespeeld, maar dat was dan ook in een andere samenstelling. Nu was dat dan voor het eerst in competitieverband en ik denk dat ik dat wel redelijk goed heb ingevuld. Ik heb gewoon hard gewerkt, mijn taak uitgevoerd. Dat is voor nu het belangrijkste, denk ik. Volgend seizoen dan, dat moet voor jou het jaar worden waarin je dan echt doorbreekt. Ja. Je krijgt ook een concurrent minder op links, want Tom gaat weg. Ja. Welke verwachtingen heb je voor volgend jaar? Ik stel weinig verwachtingen. Ik ga gewoon keihard mijn best doen in de voorbereiding. Gewoon zorgen dat ik fit ben, 100% fit. Laten zien wat ik kan. En dan in de competitie, dan zien we wel hoe de trainer daar zijn opstelling in maakt. En als ik daarin de kans ga krijgen, dan ga ik gewoon stinkend mijn best doen. Of voor het team, voor mezelf. En dan ga ik me inderdaad gewoon bewijzen. Daar werk ik gewoon keihard voor. Ondanks het feit dat je nog niet gespeeld had, lezen we in de media wel dat er mogelijk een contractverlenging voor jou in zit. Als teken van vertrouwen kan dat wel tellen natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb inderdaad ook met de trainer gesproken in verband met mijn toekomst. Mijn contract liep bij Cercle af. En de trainer die gaf aan dat hij wat hij op de trainingen ziet, dat hij daar erg positief over is. Dat geeft mij heel veel vertrouwen gezien de toekomst. En ze hebben mij inderdaad een nieuw contract aangeboden gekregen. En daar moeten we binnenkort eruit zijn. Dat moet geen probleem voor me. Ja. Je werd ook warm onthaald hè, door onze supporters vandaag. Ze waren heel blij van je te zien. Ja, super. Ik heb daar ongelooflijk veel respect voor. Als ik soms hoor hoe ze over mij praten, dan kan ik niet anders doen dan als applaudisseren, als dank voor hun steun. En laten zien wat voor voetballer ik ben. En als ze mij daarin zo steunen, dan gaan we nog een goede samenwerking tegemoet. Kortom, op een speeldag die toch overschaduwd wordt door het overlijden van François Sterkelee, staan we hier met een overgelukkige Wouter Arts. Eigenlijk wel. Ik vind, we moeten daarbij stilstaan, daar hebben we ook bij stilgestaan. Maar persoonlijk ben ik inderdaad heel erg gelukkig. Alleen, dat zijn dingen die gebeuren in het leven. Daar moet je ook overheen kunnen zetten. Alhoewel dat natuurlijk heel tragisch is, zeker voor de nabestaanden. Wouter, hartelijk dank voor dit interview. Ja, ik wens je een fijne vakantie. Ja, dank je. En volgend jaar, het jaar van de bevestiging. Inderdaad. Laten we ervoor werken. Dankjewel.